Het is alweer tijd om te vertrekken uit dit mooie hotelletje. Ja, jammer hè? Ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om weg te gaan hier. Nee, het was hier echt heel lekker. En jammer genoeg is het maar voor één dag. Het was even een tussenoplossing. Gisteren hebben we de podcast ook weer... Zeg weer podcast. Gisteren hebben we de vlog... Wil je eigenlijk liever een podcast maken? Kut, hè? Wil je eigenlijk liever een podcast maken, kutzak? Kut. Gisteren... Niet naar de olé, hola. Nee, gisteren hebben we onze vlog weer even afgemaakt. Dus die komt vandaag online. Ja, maar dan hebben de mensen ook niks aan die dit zien. Jawel, want die kunnen dan zien waar we allemaal mee bezig zijn ook op vakantie. Oh. Toch? Ja, dat is een vakantievlog deze keer. Ja. Ben benieuwd wat de mensen ervan vinden. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Nou, we nemen jullie... Dit is dus het begin ook meteen weer van vlog 2... Schuurmans en Schuurmans op vakantie. Het weer voor elkaar. Joris. Oh nee, volgens mij is het de heetste dag tot nu toe. Oh echt, dat denk ik ook. We moeten naar het zwembad, naar het hotel. Ja, dus we gaan naar het nieuwe hotel. We hebben net al lekker ontbeten. We hebben een acai beker op. Dus we worden weer heel mager deze vakantie. Ja. Nu gaan we nog wel even naar Cinnamon, hè? Ja, voor jou. Het is weer tijd voor mijn guilty pleasure. Want als Joris met de Starbucks. Kijk weer. Voor de cinnamon roll. Man bij het hond vroeg zich af, waar zit jouw cinnamon roll tegenwoordig? Ja zo. Ik heb weer een rolletje extra erbij. Hey Mr. Moestuin. Look at this. Moestuin. It's a real moestuin. Een Indonesian moestuin. Kijk, ze zijn me nog aan het maken. Allemaal moestuinbakjes. Kijk, een mooie vlinder. We zitten weer in een houten huisje. En we hebben een terrasje. Met uitzicht op de jungle. Oké, die hebben wij weer. We hebben muizen op onze kamer. Hoor je ze, Joris? Ja, om even op te nemen voor door te sturen naar de receptie. Ik zit verscholen in de klamboe. Maar ja. Oh, what the fuck? Leuk. Oh, daar komen ze aan. Ojo! Zo, goedemorgen. Vandaag hebben we een actief dagje voor de boeg. Oeh. Want we gaan quad rijden. Ik heb al de eerste commentaar gehad op onze vlog. Oh, en dat is? Dat we alleen maar aten. Ja, we eten gewoon lekker veel. En dat blijven we ook lekker doen. We have breakfast. Healthy breakfast. Very healthy. George in the jungle! Kijk uit voor de boom! Door die waterval! En hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het best heftig eigenlijk wel. Best heftig, plekjes. Ja. Soms denk ik van, moet ik dit doen? Ik vind wel dat je er heel gaaf uitziet op een quad. Ja? Ja. Jazeker. Hoe zie jij eruit? Kom je ook wel eens in beeld? Ik ben er ook. Zeker voor herhaling, papa. Dit zou ik zeker de volgende keer nog doen. Omdat het leuk is om te doen. Gaan we terug? Naar achteruit? Nee, naar het... Die was het al. Nou, was wel heel leuk, hè? Ja, we zijn weer aan het eten. Lekker hoor, ik ben een beetje roomsick. Ja, het was best een intensieve workout met quad rijden. Lekker. Kijk, komt het eten. Lekker een massage gehad. En jij? Ja, ik ook. Hey, it's Mr. Moestuin. Yes.
Ja. That's very nice. Kijk, zo kan je het ook maken. Bedje van kokosnoten. Bedjes van bamboe. Nou, hebben wij even geluk. Krijgen we meteen het beste tafeltje. Het is me niet gelukt om aan mijn afspraak te houden. Ik had gezegd 1 cinnamon roll als ze aankomen. Ik heb denk ik tot nu toe iedere dag eentje gehad. Ja, was dat weer ons laatste ontbijtje in Oet. Ja, we gaan weer verder naar het volgende plekje. Naar Changu. Nee. Nee, naar naar Sanur. Daar zijn we nog niet geweest. Ja, we zijn nou lekker nog aan het ontbijten. We hebben even een serieus werkoverleg gehad. Ik heb er wel weer zin in. Ja. Ik ben op te werk. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Eerst even op vakantie. Ja. Wil je afscheid aan nemen bij je moestuin, maatje? Ja. Look, it was like this. The, what you would take with the tomato. Hij slaapt er eentje. Ja, we zijn in onze nieuwe kamer. In Coco. Het ruikt wel heel lekker hier, hè? Ja. Naar roosjes. Ja, daar hebben ze aan staan. Ah, dit is onze badkamer. Get naked. Gaat wel heel mooi. We hebben ook nog een leuk buitenzitje. Nou Joris. Ja? Het bevalt wel hè, Sanur? Ja. Ik ga even mijn moeder bellen om het te laten zien. Oh ja, die vindt het ook wel heel mooi. Die houdt ook zoveel van het strand. Klaar met het bellen? Ja, ik moet even iets doorsturen. Ja? Naar Ander. Oh. Waar we vorige keer zaten. Oh, dat is het. Bibi Resort. Oh. Ja, dit hoort er ook af en toe bij ons regenseizoen is, hè? Woe! Lekker, hè? Ja, als het heel hard regent, dan staat de straat in één keer blank. I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle. Dit is wel leuk, dit vind ik echt leuk aan staan, omdat iedereen anders met de bike doet. Echt hè? En een hele mooie pink bike is het zelfs. Oh wacht, ik moet hier rechtdoor, of niet? Of was het? Ja, wel die kant op. Ik ga even fietsen. Nou Joris, staat je wel goed hoor, zo'n roze fiets. Jazeker. En het is heel leuk dat tussen de fietsen bij het hotel zitten, dat je gewoon lekker overal over het strand kan fietsen. Dus dit is zeker een blijvertje voor de volgende keer. Wonen. Ja, we gaan gewoon lekker. Voor. We gaan wonen in Bali. En dan, ja. Ik zeg al tegen Joris van, het is dan eigenlijk wel leuk om toch ook wel sowieso een kamer zeker te hebben met studio erin. Ja, een B&B. Wie komt er slapen? B&B voor de artiesten. B&B om lekker de singer-songwriters camp. Shelterman. B&B. Shelter. Ja, de shelter. Die bestaat volgens mij al. Nou, we hebben een heel leuk geheim plekje gevonden. Het is een beetje warm. We gaan eten bij Malaika's Secret Hidden Restaurant. Ik ben heel benieuwd. En we hebben hier nieuwe vrienden gemaakt in het, bij ons nieuwe hotel. Dus daar gaan we mee uit eten. Gezellig. I started to like this place more and more. Nou, heerlijk hè? And we're talking in English because we have friends today. My no. I meant my no. Maybe you know. Vandaag moesten we extra vroeg opstaan. Ja, wilden we extra vroeg opstaan? Ja, wilden we. Moesten we afscheid nemen van onze vakantievrienden? Die moesten weer terug naar Duitsland. Ja. We zijn maar 2 dagen met ze omgegaan, maar het was wel heel erg leuk. Ja, het was heel gezellig. En vandaag?
vandaag. Relaxen. We gaan denk ik weer gewoon de fiets pakken. Lekker rondfietsen bij door Senoer. Misschien iets meer ook binnen het gedeelte, dat we een beetje de straat gaan verkennen. We hebben al in ieder geval een strandtocht gedaan langs heel het strand, dus ja. Ja, misschien superlekker. Dan, als we gaan, dan dit de keer langs het strand, dan neem ik ook mijn zwembroek mee. En een handdoek. Ja. Kunnen we misschien zwemmen in de zee? Lekker zwemmen in de zee. Kijk, Joris is vandaag ook in stijl. Joris, het is vandaag weer tijd voor een verhuizing, hè? Ja, dus een hele verre verhuizing. Een hele verre verhuizing. Want we gaan hier. Naar daar. En we zitten lekker weer bij een Frans een baguetterie. Kijk, we filmen hoe het eruit ziet. Het is wel leuk om te laten zien weer. Hier, dit is toch allemaal te lekker. Allemaal heerlijke croissantjes. Oh, lekker, 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 lekker. Pasta? Ja. Oh, ben je weer lekker gezond bezig, hè? Ik ook. Café on the beach. We hebben een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Dit is pas uitgekomen. Wat zijn we aan het doen, René? In Bali. Aan het werk. Ja, we hebben straks, als we terugkomen, hebben we natuurlijk weer... We moeten zingen met carnaval en we hebben eigenlijk niet... Ja, we hebben wel heel veel Hollandstalig, maar... We hebben Hollandstalig, mogen nog een paar carnavalsmuziek. Nee, nog een paar Polonaises moeten we hebben. Dus die zijn we nog even aan het instuderen in Bali. Nee, ja. Kan slecht, hè? Ja. Zijn we even naar binnen gaan, want buiten was het te warm. Nou, weer een nieuwe ervaring, hè, Joris? Koreaanse barbecue. Oeh. We eten voor het eerst Wagyu. Heel mals. Even geknipt. Nieuwe dag in Bali. We zijn helemaal vergeten te vloggen nog vandaag. Goedemorgen. Nee, het is al... Het is al middag. Ja, we zijn weer lekker in Bali. Ja, vanochtend hebben we lekker spelletjes gespeeld. Ja, en nu eigenlijk weer. 5 crowns. En nu zijn we Carcassonne aan het doen op de mobiel. Ja, het is eigenlijk een beetje ongezellig, maar het is wel heel fijn. Ja, en dan hebben we toch een beetje een spelletje bij. Ja. Misschien ga ik het dadelijk wel proberen om te kijken of ik bij jou ook Azul erop krijg. Azul? Oh, met die... Ja, Azul is ook leuk. We doen heel graag bordspelletjes, maar dit is dus een goede reistip. Welkom bij Reistips met Schuurmans en Schuurmans. Ja. Doe een spelletje op je telefoon. Ja, als je toch je telefoon bij hebt, kan je net zo goed spelletje op je telefoon doen. En verder zijn we lekker aan het genieten van het zout zo erbij. We waren bij Malaika's Secret wezen eten. Maar die heeft ook een... Die heeft ook een strandtentje. Nou heb ik stiekem net een appje gestuurd naar Malaika. Ja. Of ze nog een spotje heeft voor vanavond. Het was zo heerlijk bij Malaika. Fingers crossed. Hopelijk heeft ze nog een plekje. En natuurlijk moeten we ook eens op bezoek bij de Starbucks van Senoer. Maar I am very hangry, Anders. Hangry of hungry? Hangry. Hangry? Ja. Are you very hangry? Ken je dat niet, dat woord? Wat? Dus als iemand zich geinig wordt van de honger. Ben je hangry? Oh, dan ben je hangry. Ben ik wel. He's very angry. Very angry man. Ik moet even vloggen. Ja, even de natuur. Kijk, Ellie heeft een kort pittig kapsel. Dat doe ik ook wel, hè? We are proud sponsor of Starbucks. Nou, dit is toch wel heel handig. Hier hebben ze gewoon in de supermarkt broodjes met hagelslag. Goedemorgen. Het is een lekker aan het ontbijt. Heerlijk. Oh, het is weer heerlijk. Wil jij deze zaadjes? Ik pak jij maar. Wat zijn de plannen van vandaag? We moeten naar een ander hotel. Oh. Goede verhuizing. Met wie ga ik dan eigenlijk? Met mij! We zijn hier wel het langste gebleven ooit. 4 nachten. Dat was wel. 4 nachten lang. 4 nachten lang! En met wie was ik hier dan? 4 nachten lang? Ja. Met mij!
Yay! Het is een vlog, hè? Je moet jezelf ook filmen. Ja. We zijn in een nieuw hotelletje. En we gaan eens even kijken. Wat er allemaal is. Oh, het ruikt hier lekker. Let's go swimming in the pool. Kijk nou wat leuk. Lekker. En we kunnen ook eens een keer gaan sporten. Ja, we kunnen al een uur eerder in de kamer. Kan je niet vertellen hoe blij ik daarmee ben. Oh, kijk nou. Zo ver gelopen. Ja, we hebben wel even al een eindje gelopen om de buurt een beetje te verkennen. Kijk dan de dingetje ook op de achterkant, de frontje. Kijk, en dan kunnen we de tv zelfs draaien. Oei. En dan kunnen we tv kijken vanaf bed. Ja, wel echt super gaaf, hè? We werden bijna gescand door de... Door een timeshare ding. Door Karma Group. Ja, door een timeshare ding. Ja. Dus deze alsof we een prijs hadden gewonnen, zodat we meegingen, zodat ze ons hun timesharing konden verkopen. Ik zei het toch? Ja, je zei het al, hè? Maar ik had ook al echt al in de gaten... Nou, die gaat niet gebeuren, dat ik even zeg dan dat je een gratis vakantie vindt van een week. Ja, hoe voel je je? Zo. Hola die, we zitten aan de thee. Happy tea time. Met wie drink ik de tea? With me! Zo. En dan is de thee weer. Mm-hmm. En ik heb een burgertje. En friet is voor de eerste. Ja. Nou, zelfs in Bali gaan we gewoon naar het theater. Ja. We gaan naar een Balinese show kijken met... Weet je hoe die heet? Daftan of zoiets. Daftan. Kijk, nu zien de mensen van je over. Hey! Leuk hè? Ja, die camera man. It's me! In het theater. Zitten we toch nog in het theater weer een keer in Bali? In de Daftan show. Ik ben heel benieuwd. Het theater is groot. Best een groot theater. Als we alleen als enige applaus geven hoor je dit. Ja, het is nog niet zo druk. En de show, ja, we hebben nog 20 minuten dus. Hapje genomen. Dat mag niet. Eerst even vloggen. Met asparagus. Asparagus. En we hebben broccoli. En worteltjes. En weet je wat ze zijn heel zijn? Gezond. Wat zeg je? Weet je wat de meneer zei? Nou. Dat het de gezondste tafel was dat hij ooit had gezien. Nou, dat is goed. We zijn healthy boys. Ja, daar was hij weer. Oh, wat leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Hoe vond jij het? Doe maar opnieuw. Nee. Ja, doe maar uit. Wat? Opnieuw. Ja, dat was hij weer. Spontaan. Leuk, hè? Ja. Ja. Dat was hij weer. Leuk dat je hebt gekeken. Ja, dus vergeet niet. Oh, echt. Doe jij maar gewoon. Nee. Nee, nou moet je er ook bij komen ook. Wat moet ik nou zeggen? Zeg gewoon. Ja, gewoon. Zo, dat was hij weer. Ja, leuk dat je hebt gekeken. Oké. Tijdens onze vakantie, want het was gewoon weer gezellig dat je meekeek. Nee, doe maar opnieuw dan. Leuk dat je hebt gekeken. Doe maar even opnieuw, gewoon heel de filmpje. Ja, nee. Hey, wat leuk dat je hebt gekeken. We zitten, onze laatste week is ingegaan, tenminste hier in Bali dan. Ja, we willen nog niet naar huis. Nee, we willen nog niet naar huis, maar we zijn wel blij als we vandaag weer kunnen zingen. Dat heb ik toch wel een beetje. Ja, met carnaval. Ja, maar leuk dat je hebt gekeken naar de vlog. Geef een duimpje omhoog. Ja, abonneer je op ons YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van onze vlogs. En wie weet zien we je volgende keer gewoon weer. Yes. Dag. Doeg.